Een aantal jaar geleden ben ik mijn buurman gaan bezoeken in Singapore. Die werkte daar als expat. Daar heb ik gezien dat er eigenlijk ook nog heel veel mensen zijn van mijn leeftijd die op reis gaan en nog veel dingen doen na het werk. En dat trok mij wel enorm aan. Dat heeft voor mij eigenlijk zo de beslissing veel makkelijker gemaakt om expat te worden. Dus ondertussen ben ik in Dubai beland. Het leven is hier een beetje anders dan in België. De zon schijnt hier bijna elke dag. Na het werk is er altijd wel iets te doen. Er is altijd wel iemand die je uitnodigt om te gaan eten. Sinds een jaar ben ik begonnen om al mijn reisavonturen bij te houden op mijn blog. Het grootste doel is om mensen te stimuleren en te inspireren om ook op reis te gaan. Voor mij is het ook een manier om te relaxen en te ontstressen, omdat er op reis zoveel dingen op je afkomen dat je eigenlijk geen tijd hebt om aan werk te denken. Delaware heeft kantoren overal ter wereld. Als je samenwerkt met verschillende culturen, dan zie je ook dat bepaalde dingen vanuit een andere invalshoek bekeken worden. Dat werkt natuurlijk verrijkend. Je kan van elke manier van denken ook wel iets bijleren. Als ik op reis ben, probeer ik ook altijd wel een aantal nieuwe dingen uit. Je probeert altijd je grenzen te verleggen. Mijn droom is eigenlijk om mijn twee passies te kunnen combineren, IT en reizen. Bijvoorbeeld op een strand in Thailand een stukje programmeren, dat zou voor mij echt wel ideaal zijn.